Hallo lieftallige kijkertjes van mij. Welkom bij, ik weet niet of het op de achtergrond te horen is, maar in ieder geval welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Hof Bergman. Ik heb mijn airco staan, want het is bloedje heet. Het is vandaag vrijdag. Morgen, zaterdag, gisteren dus, zou het morgentje warm worden. Dus ik dacht, ik ga nou eventjes opnemen, want deze video is voor zondag. Dus ik hoop dat ik alles een beetje krijg. Laat ik het zo zeggen, want morgen mag ik mijn nieuwe auto ophalen. Ben ik hartstikke blij mee. Ik kan niet wachten. En zondag heb ik ook nog wel een drukke dag. Dus ik hoop dat er volgende week maandag alsnog een video online is. En mocht je afvragen, Lars, waar is Kribbar eigenlijk? Ja, ik had eigenlijk meer zin om Hof Bergman op te nemen dan Kribbar. Volgende week komt er wel weer gewoon Kribbar, hoor. Maar ik dacht, we gaan lekker Hof Bergman spelen. Ja, mocht je de airco horen, ik weet natuurlijk of jullie dat horen. Ik hoor het door mijn headset wel heen, dus het kan best zijn dat jullie die ook op de achtergrond horen. Sorry daarvoor, maar het is mokertje warm en ja, ik vind het ook wel leuk om zo nu dan een facecam te doen. En als ik geen facecam doe, dan sta ik hier half naakt zit ik hier. Dus ik dacht, ik doe lekker de airco aan, dan kan ik mijn webcam ook aan doen en het is hier gewoon hartstikke warm. Maar, eventjes een paar dingetjes van de vorige aflevering. Het schijnt dat er een baal bovenop de ding lag, waardoor ik dus niet de balen kon optillen. En iets heel belangrijks, als ik iets ga doen, moet ik ook de appelbomen moet ik wel aanzetten. Die heb ik blijkbaar niet geactiveerd. Vandaar dat er ook niks gebeurde, maar ja. Ik ben dus vergeten om de appels aan te zetten, dus die moet ik eventjes aanzetten. Even kijken hoor, waar staat er ook alweer? Appels. Tomaten. Appels moet ik inderdaad activeren. Dat hebben jullie goed gezien. Nou staan de appels aan en als het goed is, zou het automatisch in kistjes moeten gaan. Zeggen jullie. Dus ik ben benieuwd. Wat trouwens ook wel een ding is, ja, deze kleine dingen is hartstikke leuk. Alleen het is wel een gesleep natuurlijk. We kunnen verder ook niks hier deleten of whatever. Om met een triller te gaan doen. Dus ik zit even te kijken, wat is makkelijk om, als we dit weer gaan verkopen, hoe we dit het beste kunnen transporteren. Want we kunnen hier met geen mogelijkheid met een trekker komen. En inderdaad, ik zag ook in de reacties, ik weet niet meer precies wie dat zei. Als je nou dat karretje wat je ook voor de kwakken in gebruikt om water te geven. Als je die nou ook hier voor die tuintjes gebruikt, hoef je niet elke keer met die gieten te lopen. Dat is op zich wel een idee, dus ik weet niet of wij nog zo'n karretje over hebben. Maar dat is inderdaad een goeie, dus we kunnen hier best wel zo'n karretje naartoe brengen. Daarnaast moeten we ook eventjes kijken, we hebben natuurlijk het hooi hebben we natuurlijk gemaaid. En volgens mij hebben we dat ook weer verkocht en hebben wij een ander veld gekocht. Als ik het goed heb. Dacht ik. Toch? Ja, hier, we gaan er eventjes naartoe. Mag ik er heen? Ik mag er niet heen. Ik mag niet. Maar ja, in ieder geval, ik loop toch eventjes dan ietsje sneller. Ik weet dat het niet zo heel fijn is, maar ik heb nu eventjes niks anders ter beschikking. We hebben namelijk nou, dit veld is ingezaaid, ons nieuwe grasveld, veld 11. Huppapapapa. Dit is nou ingezaaid, het is ook 100% bij mensen, het heeft wel kalk nodig, maar dat kan de volgende keer nog wel. We hebben natuurlijk ook koeien hebben we gekocht de vorige keer, moet ik even kijken waar ze zijn. Dames! Hi! Hallo. De stier die heeft ook naast zijn zin. Maar nee, we hebben nog geen mini-kalfjes. Ik weet niet of dat zo werkt hoor. Geen idee, want die video met het dier is vandaag al aangekomen. Dus ik weet niet of dat werkt. Komen we zelf achter. Maar dat gaat goed. We hebben nog steeds 15 koeien. Dus dat, dat gaat ook zoals het hoort. En wat misschien ook wel leuk is, is varkentjes. Inie mini varkentjes. Ik weet niet of wij of we ook een mannetje kunnen hebben met die varkens. Even kijken hoor, waar zit die trigger precies? We hebben een pig porker. Porkers known as fatting pigs need to be fed well so they can develop into sows ready for slaughter. And a pig sow, these pigs are already fully grown and can be used for reproduction. Sows have a gestation period of 4 months. In order to breed piglets 0 to 3 maanden into a fatting pig, they must be regularly supplied with fresh feed, water and straw. Maar, stel als wij nou een paar van die inimini varkentjes kopen. Echt van die hele inimini varkentjes.
Dan moeten we ze natuurlijk ook voer geven. En dat zouden we met de vent kunnen doen. Want we hebben, volgens mij hebben we momenteel nog geen voermachine voor de varkens. Dat dacht ik niet. We kunnen eventjes kijken of dat hier al standaard in de map zit. Maar volgens mij niet. We hebben wel boter en kaas en wheat en flour en milk en wine en... Het hele soortje hebben we wel, alleen we hebben dus geen voer voor de varkentjes. Dus we kunnen ervoor kiezen om met de vent even wat pellets met voer, zodat we daar voorlopig mee verder kunnen gaan. En dat wij dan een paar mini varkentjes kopen. Dat kunnen we doen, want we kunnen nou nog niet zo heel veel met de velden doen. Alles is aan het groeien. En dit kunnen wij nog niet inzaaien, want dan moeten we wachten tot... tot maart, dacht ik, hè? Ja, tot maart. Dus dan moet nog een half jaar wachten. Dus het duurt eventjes. Maar als we deze meenemen... Laten we eens even kijken of wij mini varkentjes kunnen kopen. Dan moet ik eerst eventjes dit afladen. Het zaad moeten we even afladen en dan nemen we een paar pellets met voer mee. Ik weet niet hoeveel voer we nodig hebben. Maar laten we zeggen dat we 4 pellets of zo meenemen. Dat is ook niet zo heel gek duur, dus... Dat moet wel goed komen. Laten wij het hier neerzetten. Moet eventjes de dingen hebben. Die niet. Die moeten we hebben. We laten de watertank even hier staan. Want die andere zouden we ook kunnen gaan verkopen namelijk. Die rode chef. Want die gebruiken we voorlopig toch niet. Maar ja, als we ooit varkens gaan doen. Of paarden gaan doen. Is dat wel makkelijk om zo'n ding te hebben. Maar ja. We gaan het zien, we gaan het zien, we gaan het zien. Laten we eerst even dit afladen. Zo. Voor mij zit alles nou los. Ja. Oh, ik moet wel een shovel hebben. Ik moet alleen even kijken waar we ze plaatsen. Ik hoop dat de shovel deze dingen kan tillen. Hoop ik. Ja, makkelijk. Ja, dan kunnen we die namelijk gewoon hier neerzetten. Dan heeft niemand er last van. Alle volle pellets doen we onderop. Oh, dit was wel heel krap. Ja, zo mag het ook. Deze boom op, die andere boom op. En die gebruikte doen we daar weer bovenop. Of we doen het per twee, dat kan natuurlijk ook. Kijken of we dat in first person kunnen doen. Ik had het nou al slecht zien. Hij zit in ieder geval op de lepels, daar gaat het om. Oh! Stop! Hij zat op de lepels. Oh, wat gebeurt er? Laat los. En dan deze pallet nog. Ik hoop dat die palletvork, want die, die dingen met varkens, die zijn best wel duur. Of duur, zeg ik. Ik bedoel, die zijn best wel zwaar. Die wegen 4 ton, joh, zo'n pellet. Dat klopt voor geen meter. Dus ik hoop dat het allemaal goed gaat. En ik hoop ook dat de vent dat aan kan. In totaal 12 ton aan lading. Ik weet het niet. Komen we vanzelf achter. Let's go naar de winkel. En dan kopen we even 4 pellets met voer voor de varkens. En dan hoop ik dat dat genoeg is. Want dan kunnen we in die mini varkentjes kopen. Nou, we zijn hier bij de winkel en ik zit me trouwens nou één keer te bedenken. We hebben toch ook geiten? Is misschien ook wel leuk om te kopen. Of gaan we voor de geiten? Dat is ook leuk. Alleen dan moet ik even kijken hoe dat werkt. Maar je hebt hier de koeien, varkens, kippen. Maar waar is de schapenweide dan? Was die hierboven? Nee. Want je kunt ook geitjes nemen, maar ik zou mijn god niet weten waar die geitjes horen, zeg maar. Ik denk namelijk dat die in de schapenweide moet. Kalf Iglo A, ja, daar komt inderdaad, die kalfjes komen daarin. Ik zie hier de varkentjes. Maar ik zie geen... Ik zie geen varkensweide. Schapenweide. Ik haal ze altijd op elkaar in.
Maar hier komen die iglo's in. Dus als we kleine varkens, kleine kalfjes hebben, dan kunnen we die in die iglo's gooien. Alleen, ik zie niks qua schapen. Ik weet ook niet wat dit is. Wat is dit dan? Dit lijkt ook iets van kippen of zo. Maar ik kan hier natuurlijk niet uit. Maar dit ziet er een beetje uit als kippen. Denk ik. Maar ik kan het ook niet openen. Hoeveel kost dat geintje? 125.000 euro. Dus laten we maar gewoon met inimini varkentjes beginnen. Ik weet het anders ook niet. Dus laten we eerst eventjes van die pallets kopen. Dan moeten we pallets en dan... Dit zo uitlaatvloeistof. Nee, we moeten... Kun je die eigenlijk kopen? Pickfeed pallet. Ja, hier 3,4 ton. Dat is toch niet normaal? Waarom is dat zo zwaar? Laten we de 4 kopen. Ik hoop dat ik zeg dat dat genoeg is. Heb ik er nou 3 gekocht? Nou 3 gekocht. Moeten we er nog eentje kopen? Dat het er wel genoeg is hoor. Ik weet niet hoeveel die in die mini varkentjes vrezen. Laten we er maar 4 doen. Ik hoop dat die vent dat aan kan. Omdat ze zo'n mokertje zwaar zijn. Dat is wel een nadeel. Maar ja, wat moeten we dan? Zo. Oh. Nee. Nou, ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Ja, die heftruck vindt dat niet zo erg. Maar ik denk dat onze mini-shovel dat niet zo leuk vindt. Dat het zo zwaar is. En of überhaupt de vent dat leuk vindt, dat weet ik eigenlijk ook niet. Iets naar links. Nou. Nog iets meer naar rechts. Zo, dat is pallet 1. En pallet nummertje 2. Ik moet heftruckchauffeur worden. Dan gaat het me een stuk beter af als... als ding is. Ik had ze eigenlijk even... andersom moeten doen. Wacht even. Het doet heel veel zo. Dat ik denk dat dat ding is niet zo ver komt. De heftruck. Die komt niet helemaal achterin, denk ik. Oh, ik hoop dat die vent eraan kan. Het scheelt dat hij moet drukken en niet moet trekken. Zoals in Kreba ging dat helemaal niet goed. Maar het is zo ongelooflijk zwaar. En als moet ik erin. Met zo, het is ook niet zo heel ver. Maar we gaan het proberen, we gaan het proberen. Oké, in first person ging het wat beter af. Oeh, hij is zwaar. Hij zat er niet goed op. Zo. Ik schuif hem zo in. Dit wordt C-Z. Ja. Kijk, want als we... Ik denk dat hij niet zo ver komt. Of wel? Ja, ik moet er wel even een oplawaai geven. Oh. Oh. Oh, die vent. Laten we 2 keer gaan rijden. Wacht even. Dat gaat niet goed zo. Straks gaat het hele zooitje onder ze boven. Zo. Hoppakee. Dan rijden we eventjes 2 keer, jongens. Vastmaken. Dan rijden we eventjes 2 keer, want dit is hartstikke zwaar. Let's go. Oh. Rustig de bochten nemen. Right. Nou, ik ben benieuwd. Als ze dit hem niet kan tillen, dan is het misschien handig om alle 2 de cheffers te gaan verkopen en een verrekker ervoor terugkopen. Want die kan namelijk meer tillen. Ik denk niet dat de shovel dit aan kan. Die 3,4 ton, dat is veel te zwaar, joh. Ik krijg hem er al nauwelijks onder. Nee, zie je, dat is veel te zwaar. Dus even kijken.
Laten we dat maar direct vanaf hier doen. We hebben namelijk twee cheffers. Twee stuks. Ik weet niet precies waar dat tussen zit hoor. Volgens mij zit dat bij mini agriculture. Ja, dan doen we die weg en dan doen we die weg. Dan verkopen we het hele zootje. Oh god, oh god. Ik dacht even dat mijn game kapot was. Die ook weg. Dan hebben wij 50.000 euro over. Nou, en ik ben wel benieuwd. Wat ik namelijk wel leuk vind, is de elektrische, maar die kost 99.000 euro. Dit is niet erg een verreken. Is er nog grotere? Is het misschien leuk om die elektrische te kopen? Is een keer wat anders. Hij gaat alleen wel maar 15 km per uur. Dus ik ga wel even met de helper dat hij even deze kant op gaat. Dat is wel echt een nadeel dat hij zo traag gaat. Maar verder vind ik hem hartstikke leuk, dat elektrische ding. Maar dan moet ik ook gaan laden. Dat vind ik op zich wel grappig. Dus laten we deze kopen. Direct een hele klap geld weg. Ik weet het. En dan moeten we ook nog even verrijken werktuig. Natuurlijk een palletvork. En een. Ja, shovel. Ja, hebben we wel nodig. Want op een gegeven moment moeten wij namelijk ook die. Hoe heet het? De boel. Waar staat die nou? Verrijken voorladers. Oh. Die mag weg. Die mag ook weg. We hebben een voorlader. Die doen we dan ook weg. In ieder geval een klein beetje geld terug. En als we dan hierop klikken. Kijk, daar hebben we dus nou een elektrische verrijker. Maar ik zeg, dat ding dat rijdt voor geen meter. Hij rijdt hartstikke traag. Maar deze kan wel een stuk meer tillen. Wat ik dan hoop, is dat deze hem zo kan meenemen en dat de helper dan mooi naar de boerderij rijdt. Hoop ik. Zo. En anders hebben we miskoop gedaan. Kijken of ik deze nog in kan krijgen. Bijna. En dan zet ik deze even op helpen, jongens. En dan rijd ik weer terug met de vent. Naar hier naartoe om de twee andere pallets op te halen. Alright, nou. Het hele zootje die is hier. Ja, het nadeel is gewoon dat dit ding niet zo hard gaat. Maar toch, deze gebruiken we toch alleen maar voor op de boerderij. Dus dat maakt niet uit. Ik hoop alleen wel dat deze dan wel die pallets kan tillen. Ik ga er wel vanuit. Ik heb het natuurlijk niet getest. Het is voor mij nu ook de eerste keer. Ik hoop dat hij het allemaal dat het allemaal lukt. Maar ah, vast wel. Verrijkers staan er bekend om sowieso meer te tillen. Maar deze pallets zijn ook onbeschrijfelijk belachelijk zwaar. Dat slaat ook helemaal nergens op. Waarom zou één pallet met voer 3,4 ton wegen? Kan iemand mij dat uitleggen? Maar goed. Hij vindt het best wel lastig. Met loon van werken gaat er nou ook af. Maar hij past in principe wel gewoon onder. Alleen omdat dat ding zo ongelooflijk zwaar is, pakt hij niet. Ik hoop eigenlijk dat er nog een keer een update komt. Dat die pallets een stuk minder zwaar worden. Kijk, ik kan best geloven dat ze misschien wel een ton wegen. Maar 3,4 ton, jongens, kom op zeg. Ja, hier kom ik ook niet zo ver meer. Nou ja, we hebben in ieder geval het eten hebben we hier staan. Daar ben ik blij mee. Want we moeten natuurlijk ook de boel gaan uitmesten, et cetera, et cetera. Maar we gaan eerst eventjes in die mini varkentjes kopen. Dat moeten we eerst even doen. Laten we de ventman meenemen. Toch wel mijn favoriete trek hier. En dan ben ik eigenlijk benieuwd. Hebben we nou eigenlijk een veewagen? Heb ik die toen gekocht of heb ik die toen gehuurd? Ik weet het niet meer. Als ik heel eerlijk ben. Hebben wij een veewagen? Volgens mij niet. Of wel? Volgens mij hebben we die toen gehuurd. Veetransport. Nee, we hebben er wel een. Deze kan trouwens wel weg. Nee, deze moet ook blijven voor de kalfjes. Waar heb ik dat ding neergezet? Ja, waar heb ik dat ding neergezet? Dat is een goeie. Die staat zeker hier aan de achterkant van de stal. Ja, die staat daar.
Oké. Okay. Dan rijd ik even, dan plakken we die eventjes aan de achterkant vast en dan... ik moet hier langs. Kijk, daar staat hij. En we kopen alleen maar in die mini-varkentjes. We kopen geen grote varkentjes, echt in die mini-varkentjes. En dan ben ik gewoon benieuwd hoe dat in zijn werking gaat. Groeien die in die mini-varkentjes, wat doen ze? Moet even kijken of we 1 of 2 ladingen doen. Ik weet ook niet hoeveel eerder ze nemen, et cetera. Dan komen we zelf achter. We moeten weer terug naar de winkel toe. Het gaat in ieder geval ietsje sneller als 15 km per uur. Dat scheelt. Die vent ruimen we zo er ook eventjes op. En dan ben ik benieuwd naar de in die mini varkentjes. Nou, we zijn bijna bij de veehandelaar en dan nemen we alleen maar in die mini biggetjes meer. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel we mee kunnen krijgen. Want de dingen waren... hoeveel waren de varkentjes ook alweer? Ah, en die geiten. Daar ben ik ook benieuwd naar. Achter het lammetje. Of wat het ook mag zijn. Nou, achterwaarts hier inrijden. Klep los. Ook in die mini varkentjes. We kunnen er in totaal 10 meenemen. Nou, dat vind ik op zich niet veel werk. Dat kost 1000 euro. Ach, we hebben in die mini varkentjes met stipjes op de kont. Ach, wat lief. Right. Ik ben heel erg benieuwd. Misschien hebben we er nog wel... Is 20? Ja, 10 is best wel veel, hè? Zo beginnen we... Ja, het zijn wel in die mini varkentjes. Laten wij eerst even 10 doen. Dan wil ik ook even kijken hoe dat in zijn werking gaat. Want straks vermenigvuldigen ze zich en dan hebben we straks in één keer 20 varkens in plaats van 10. Je weet het niet. Ik weet niet hoe dat allemaal in elkaar zit. En ik weet ook niet of we überhaupt kalfjes krijgen. Want dat we die stieren al bij hebben gedaan. Het is allemaal experimenteren. Ik ben benieuwd. Ja, we hebben dus in die mini varkentjes. 10 stuks. Ja, die brengen we naar hun nieuwe onderkomen. En die geven we ook eten. En dan gaan we zien wat dat doet. Ik heb voorrang, hè, lul. Met je Citroën C1 of Peugeot 1 of zo, wat jij wil. Ik heb in die mini varkentjes bij me, ja. Als ik door jou een ongeluk had, dan was jij verantwoordelijk. Met je rode PCA-auto. Oh, het regent. Waar komt die regen nou denken vandaan? Varkentjes, jullie zijn lekker droog. Jullie krijgen lekker nieuw onderkomen. Heel even geduld nog. We hebben best wel wat regen, moet ik zeggen hoor. Want in F7 heb je natuurlijk ook Geo's. Geometric Huppeldepup. Dat jij, ze hebben dat een soort klimaatmods waren. Als je een bepaalde map had, dan had je daar ook nog eens een keertje een klimaatmod voor die map. De 75% van de mod-up in FS19 zat allemaal onder de Geo's, oftewel die klimaatmodden. Gelukkig hebben we dat nou niet meer. Maar het zou mooi zijn als dat per map zou worden veranderd. We zijn bijvoorbeeld nou in Duitsland. Ja, dan regent het natuurlijk wel wat vaker. En zoals Kreebach is ook Duitsland. Maar European Countryside, ja, weet ik veel waar dat zich vestigt. Maar dat daar bijvoorbeeld wat meer de zon schijnt. Maar ja, in FS19 had je dus allemaal van die... van die klimaatdingen. Laat ik de vent hier neerzetten. Ideaal deze machine met die laadwagen. Zo. Die kunnen we trouwens ook gebruiken voor het tuintje, bedenk ik me nu. Alleen ja, die kunnen we er niet in krijgen, inrijden. We moeten eventjes een goede manier vinden om makkelijk die dingen eruit te halen. Alright, ik ben even benieuwd. Hoe gaat dat hek open? Kan dat hek überhaupt open? Ja, dat kan open. Nou, kijk eens, biggetjes. Moet ik wel even goed staan. Ach, kijk ze nou staan. Plaats naar veehouderij. Zo. Als het goed is, hebben we nou in de mini-varkentjes. Ja, we hebben in de mini-varkentjes. Ach, kijk, ze rennen. Ze zijn helemaal blij. Kan ik hier door in? Nee. Ach, wat lief. Maar, nou moeten we natuurlijk ook nog voer hebben. Dus laten we even kijken of dat wil. Ik weet dat hij heel zwaar is.
Wat is dat dan? Wacht even. Waar is dat op de spiegel dan? Oh, dat is gewoon knipperlicht. Ik dacht dat het een hoogtemeter was, joh. What the fuck? Maar dat is een knipperlicht. Zo. Op zich. Ik had hem gewoon niet goed vast. Hij heeft het wel een beetje zwaar. Oh! Eten. Kijk eens, varkentjes. Oh, lekker smullen. Moet ik hem iets doorschuiven? Kijk, ze rennen. Ja, doe maar. Of moet ik hem toch iets naar achteren doen? Waar zit de trigger? Varkentjes. Eten. Waarom doe jij het niet? Hallo? Ik had net de trigger te pakken. Hij zit er wel lekker te smullen. Hallo? Varkentjes? Waar zit dat ding? Zo kan ik hem iets makkelijker plaatsen. Als we één keer weten waar die trigger zit. Dan hebben we een klein beetje eten. Of moet ik hem misschien hierin doen? Of hier? Ik had net die trigger. Waarom doet hij het nou niet? Want stro hebben ze sowieso nodig, dat weet ik wel. Maar waarom nemen ze nou geen eten aan? Hallo? Ik moet dood. Ik ga het ding dicht. Hallo, eten! Of moet ik hem iets... Oh, ik moet hem iets hoog houden. Oh, ja, zegt dat dan. Oké, ik moet hem dus ietsjes hoog houden. Dat was het al. Oh shit, we hebben veel te veel eten. Whoops. Ja, dat was het. Oké, sure. Dan moeten we nou eerst eventjes wat stroobalen hebben. Dat kan ook met deze. Kijk, en het is wat ik zeg. Ja, dit ding redt niet zo hard. Maar hij is wel ideaal. Dus laten we even twee balen pakken. Oh. Ik ga tegen de muur aan. Ik wil eerst de bovenste rand eraf hebben. Een beetje licht, dan kun je tenminste wat zien. Lepels iets uit elkaar. Oh! Toppen, hele balen. 10.000 liter aan stro, is dat voldoende? Maar, hoe komen wij in die schuur? Want we hebben geen extra deuren naartoe. Dat is wel een nadeel. Moet ik hem gewoon hier neergooien, denk ik? Of moet die daar worden geplaatst? Want het werkt wel zo. Of werkt het ook zo? Oh, ik had wat. Kijk, zo werkt hij dus. Als ik hem laat liggen, doet hij het dan nog? Ja, dan doet hij het ook nog. Dan zetten we deze iets aan de kant en dan kunnen we namelijk deze op dezelfde plek gooien. Die pellet staat ook verschrikkelijk in de weg. Doe jij het? Doe jij het? Of doe jij het niet? Ja, het werkt. Top! Nou, nog twee balen erbij. Ik rijd nou even met WASD trouwens. Ik vroeg altijd. En hebben we gewoon in die mini-varkentjes, jongens. Wat leuk! Alleen ja, moeten we even kijken als wij ooit geiten willen doen, hoe dat dan werkt.
Kijk, dit is leuk om er ook een beetje tussendoor te doen. Trouwens, wat ben ik trouwens moeilijk aan het doen? Ik kan ook via de andere deur gaan natuurlijk, hè. Daar sta ik nog mooi voor ook nog. Stro wordt wel een beetje nat, dat is wel een nadeel. Gelukkig heeft dat niet echt effect. Hier wel, want voor mij kan ik dat eigenlijk zo. Nee, dat werkt niet zo. Dat kon in FS17 wel, dus dat moet ik met mijn muis doen. Kijk eens! Stro! Nou, als ze genoeg stro hebben, hebben ze genoeg stro. Eet hebben ze ook genoeg stro, hebben ze denk ik bijna wel genoeg. En meer hebben ze niet nodig. Jongens, kijk nou hoe lief. We hebben inimini varkentjes. Echte inimini varkentjes. Mag ik daar een mooie foto van maken? Atu. Wel even dat ding aan de kant. Ze zijn nou lekker aan het eten. Inimini varkentjes. Yay! Nice. Oh. De verrekker doet ook goed zijn werk, ja. Behalve dan dat hij 40 km per uur rijdt. Maar over het algemeen doet hij goed zijn werk. Wat moeten we dan nog even in de tussentijd doen? Ja, wij moeten eigenlijk even een manier vinden om die tuintjes te leren. En je hebt inderdaad dit karretje. Volgens mij kun je die ook duwen, toch? Je hebt in ieder geval zo'n karretje. We kunnen dat karretje natuurlijk ook helemaal vol blaffen. Hebben wij zo'n karretje? Transport bicycle. We hebben wel zo'n duwapparaat. En volgens mij ligt die in de kaasmakerij. Wacht, kunnen we... Ja, nee, het maakt op zich ook niet uit. Ik wil zeggen, anders doen we die... Dan prikken we de voorlader eronder. En dan rijden we zo met de verrekker daarheen. Maar ja, die verrekker die rijdt ook niet zo hard. Even kijken hoor. Hebben we al in die mini varken, in die mini koetjes? Nee. Nee, dat is nog jammer. Ik denk dat dit ding hier ligt. Is dat deze? Ja, dat is deze. Kijk, we zouden deze natuurlijk, maar daar kunnen we ook de fiets voor gebruiken trouwens. Want met de fiets. Als we nou dus dat... Laten we eens even proberen. Kijken wat dat doet. Ja, die kun je ook vastzetten. Kijk, en als we nou met dat fietsje... Kijk, dan kunnen we die vent dan ook gebruiken. Kijk, dan gaan we met dat fietsje... Dan fietsen we de tuin in, als dat wil. En dan kunnen we zo daar die zooi opladen en zo op de vent gooien. Ring ring. Kijk, hoezo met de fiets erin? Oeh. Als de collision ook een beetje meer werkt. Kijk toch eens. Kijk, daar zouden we zelfs nog. Kijk. Als we deze dan helemaal vol blaffen, hè. Wel even mooi stapelen. Beetje lastig van die wieltjes. Ik hoop niet dat dat effect heeft als ik die er zo neerleg. Die boerderij, we fietsen 40 km per uur, hè. Kijk, als we die eens even mooi opstapelen. Het kan misschien een beetje zwaar trappen zijn. Eén zak is 25 kilo. Laten we eens alles opladen. Kijken wat dat doet. Dit is te zwaar. Nee, dit is te zwaar. Oké. Dus als wij nou eens een lading eraf halen. Zo
Zo. En zo. Kijken wat hij dan doet. Dat is nog te zwaar. Verdorie! Ja, zo komen wij niet verder, hè. En dan moeten we er dan nog een lading vanaf halen. Ja, ik denk het wel. Oh, hier, daar zijn onze appels ook, ja. Oké, we moeten hier echt eventjes een manier voor vinden, jongens. Om een gewicht aan de voorkant van de fiets te zoeken, zoiets. Zelfs dit is al te zwaar. Shit. Dat was op onderwijs als dit zo kon. Ja, we moeten even kijken hoe we dit gaan doen, jongens. Want we moeten iets smals hebben. Dat karretje zou kunnen, inderdaad, wat ik zei. Dat, die trolley om te drukken. Om dan alles er naartoe te brengen in de auto te gooien, bijvoorbeeld. Ja, dan moeten we wel een paar keer in en weer rijden. Of ik weet het echt niet. Jongens, kom met ideeën. Wat is de makkelijkste manier om snel, of ja snel, of in ieder geval de tuin leeg te krijgen en de boel te gaan verkopen? Dus alles eigenlijk gewoon op een trailer gooien. Kijk, maar als die fiets namelijk wat kon trekken, dan kon je zo zo hier naartoe lopen en zo in de auto gooien. Maar ja, dat wil niet. En we moeten gewoon iets smals hebben wat hier doorheen past, want je kunt niks verwijderen. Ja, in de Giants editor, maar dat doe ik niet. Dus kom met ideeën, jongens. Ik hoop in ieder geval wel dat jullie het een leuke video gevonden. We hebben niet zo heel veel gedaan. Maar we hebben wel in die minivarkentjes. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Mocht je dit natuurlijk een leuke video gevonden, mag je dat belonen met een blauw duimpje omhoog. Ben nog niet geabonneerd, doe dat zeker ook eventjes. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Bij een gloednieuwe video. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor de support. En tot de volgende keer. Kalm!